Doe alsof je een beetje in paniek bent. Ik vind het wel spannend, hè? Je hebt heel snel schoenen nodig. Dat is heel belangrijk. Wil je je klassieke avond vragen? Ja. Hey, ons beurt. Je gaat voor iedereen. We hebben iedereen. Mag ik iets vragen? Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig Gasten. Ik ben Martijn. Ik ben Joost. En Martijn vertelt. Joost die belde mij en hij had een hele interessante nieuwsgierige vraag voor vandaag. Joost, vertel, wat wilde je gaan testen? Ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoe lang mensen nou daadwerkelijk in de rij zullen staan voor een winkel. Ja. Tegenwoordig. Hallo. Nee. Jij gooit me wel weer lekker onder de bus, Martijn. Nee, jij wilde manieren gaan testen om... Manieren? Om die rijen te skippen, toch? We willen voordringen. Dat was het. Vandaag gaan we kijken of we kunnen voordringen. Oh, ja. Vertel, welke manieren jij bedacht om voor te dringen? Gewoon toen ik tegen jou vertelde, joh Martijn, we gaan voordringen voor nieuwsgierig. Toen ging ik helemaal los. Jij zei, wow, dat is een briljant gast. Ik heb zoveel ideetjes hiervoor. Gewoon netjes vragen. Ja? Mag ik? Mag ik misschien voor? Ja. Ik dacht, zo leuk als jij... Jij de rij gaat afleiden. Ik weet niet hoe je dat wil invullen. Maar misschien kun je hele rare dingen gaan doen. Met alle aandacht. Weet ik veel. Hallo! En dat sneak jij er zo. Dat sneak ik zo tussen de. Sterk, gaan we ook proberen. En je had iets met een hesje, toch? Hey, houdt iedereen zich aan 1,5 meter afstand? Goed, wij niet. Kunnen we even binnenkijken. Briljant. Laten we beginnen met optie 1. Kut, sorry. Ik moet vragen. Oké. Doe alsof je een beetje in paniek bent. Dat is wel spannend, hè? Je hebt heel snel schoenen nodig. Dat is heel belangrijk. Wil je klassieke avond vragen? Ja. Nee, ons beurt. Je gaat voor iedereen. We hebben iedereen. Mag ik iets vragen? Mag ik iets vragen? Ja. Zou ik voor u in de rij mogen staan? Ik ben echt toe aan nieuwe schoenen, zoals je ziet. Zou het mogen? Nee? Nee, netjes aanslaan. Ah, oké. Nou, nog niet. Ja, een beetje. Ja, maar dat zou ik niet ervoor mogen? Beetje snel? Ja, nou dan drijf ik weer af, oké? Kan dit eruit geknipt worden? Gewoon alles? Wat een cringe. Ja, wat is niet een cringe. Normaal. Niet normaal. Mijn hele lichaam trekt en spant samen hiervan. Oh. De conclusie bij vragen, dat werkt niet. Maar oké, waar rock, paper, scissors om? Wie dan? De afleiding. Wie de afleiding doet? Ja. Yes. Jij bent een bocholtje. Hoewel, ja, ik ben ook die kneus hier wel voor. Jij bent een gooitje. En dan komt het besef. En dan komt het besef. Oh ja, wacht, ik moet er natuurlijk nog voor drinken dan. Dat is best wel triest. Oké. Hoe ga je dit aanpakken? Ja, kijk of jullie kan aanduiden. Hallo! Een briljant plan, laten we het maar doen. Ik ga gewoon daar wel staan. Ja, zodra je aankomt. Maar wacht, één dingetje. Je moet zorgen, want de voorste persoon staat echt al bijna in de deuropening. Die moet dus één stapje naar achter doen. Nee, je moet gewoon. Je moet echt mee wegtrekken, zodat ik er echt voor kan. Oké. Ja? Ja, ik ga niemand wegtrekken, kut, Joost. Vogelpoep. Wacht. Kut, Martijn! Ik ga wat doen, ik weet niet wat ik ga je moet roepen. En dan gaat iedereen misschien kijken wie het nee, is. Nee, je doet echt niet. Hallo! Ja, Anton! 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 We horen bij elkaar, toch? Wat? Je moet echt achter. Jezus Christus. Godverdomme, joh, ik ga wel weer weg. Oké, nu weet ik dat het niet ons allerbeste item is, aller tijden. Maar dat geeft niet. Het is belangrijk dat je dit laat lukken. Dat we dit laten lukken? Ja. Ja? Is goed? Ben je er klaar voor? Dus we gaan niet naar huis tot wij hebben voorgeronden. Nee, dit is wel de laatste poging. Oké. Dit is wel de laatste poging, maar de laatste poging moet wel goed. Oké.
Gameface. Daar ben ik klaar voor. Sorry, mijn supervisor wil u wat vragen. Ja, nee, zouden we heel veel voor kunnen. We moeten eventjes... Ja. Zit op. Tuurlijk hebben we een of zo. De rij heeft... Ja, nee, dat ziet er goed uit. Boven even kijken. Gozer. Schrik niet. Het is gelukt. High five. Sorry. Sorry. Wow, dude. Sorry. Ik was wel gelukt. Ja, dit is mega genaam. Yes, we zijn binnen. Ik moet alles afrekenen als we het willen komen. Maar het werkt. Het werkt, ja. Bye bye. Doei ja. Alles is helemaal check. Dankjewel hè. Martijn, ik word dood. Lekker gedaan man. Niet normaal hè. Dat dit is gelukt, echt bizar. Het zou niet mogen. Ja, maar je kan zeggen en vinden van het item wat je dan ook mag vinden. En zeg het ook vooral, want het was misschien niet onze beste aflevering. Maar het is wel gelukt, dus als je nou echt thuis zit en denkt van oh, hoe zou ik die rijden? Dit is een manier. Ja, je bespaart tijd. Tijd is geld. Dus je bespaart in ieder geval iets. Ja. Loop een hesje en dan kan jij gewoon... En dat kost ook wel weer geld. Ah, shit. Maar ja, daar bespaar je weer tijd mee, maar dan heb je weer geld bespaard. En dan kun je twee hesjes kopen. Wil jij nou even deze hesjes winnen? Want ik me kan voorstellen dat jullie allemaal deze hesjes willen winnen. Dat kun je winnen op onze Instagram. Toch, Joost? Ja, volg Martijn Manschot. En Joost, op Instagram. Fitboy en Kier Gassen. Tot mee. Later.